een quiz. We gaan naar een quiz. Want onze nachtburgemeester kan wel zeggen dat hij nachtburgemeester is, maar dan mag hij ook wel even waarmaken. Dat natuurlijk. Dacht ik, dan moeten we even testen. De quiz is voor mij. De quiz is zeker voor jou. Maar het was mij niet verteld, beste mensen. Nee, dat is zeker waar. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hebben net even een praatje met jou gemaakt en volgens mij wordt het echt een uitje voor jou. Ja, dat is wel jammer. Misschien kunnen we even tussendoor. Zal ik tussendoor nog wat andere moeilijke vragen zoeken dan? Mag ik even? Ja, je mag even. Het regent. En hard ook. Ik ga even buiten staan anders. Ja, dat is misschien wel lekker even. Sorry. Even de regendans. Ik denk van ja, jij bent dus de nachtburgemeester. Nog niet zo super lang natuurlijk, sinds vorig jaar oktober. Mm-hmm. Je hebt nog niet heel veel echt kunnen doen natuurlijk door corona, helaas. Maar ik vraag me af in hoeverre je toch wel een beetje op de hoogte bent van de nachtburgemeester scene. Dus ik heb een paar vragen opgezocht. En wat ik al zei, volgens mij zijn ze niet al te moeilijk. En ik hoop ook dat je ze weet, want anders... Oeh, spannend nu. Ja. Wordt een hele korte uitzending. Zeg je dat het heel makkelijk is en dan weet je het allemaal niet? Normaal gesproken zou ik zeggen van Daan is je hulplijn. Maar ik denk als jij het niet weet, dan weet Daan het al helemaal niet. Laten we maar gewoon gelijk beginnen. Vraag nummer 1. In Gelderland zijn 2 steden met een nachtburgemeester. Welke stad is dat naast Nijmegen nog meer? Oh, oeps. Nee. Daar ga ik. Ja. Ik heb echt geen idee. Nee? Zal ik een hint geven eerst? Ja, je zou iets zeggen van Wageningen of zo, zou je zeggen. Maar je zit wel, het is wel verder naar het noorden dan je denkt, toch of niet? Nee, het is Achterhoek. Ja. Achterhoek, Doetinchem? Ja, nou. Nou, hij heeft gewoon nou. Ik moet hem nog ontmoeten blijkbaar. Ja. Het is niet dat jullie elkaar zeg maar wekelijks... Jullie hebben geen groepsapp of zo met elkaar. Wel, met Leiden, Amsterdam, Rotterdam, Groningen. Daar hebben we een groepsapp, Eindhoven. Ja. Daarmee, die zijn vrij actief, die nachtburgemeester. Oké. Okay, en waar we dus bespreken met wat er gebeurt. Ja, maar die van Doetinchem... Die moeten we even opzoeken. Ja. Ik moet er wel even als disclaimer bij zeggen. Kijk, ik weet natuurlijk ook niet alles van nachtburgemeesters. En zeker niet meer dan jij. Ik heb alles van Wikipedia en ik ga ervan uit dat het klopt wat daarop staat. Maar mocht dat niet zo zijn, dan bij deze mijn excuses. Ja, precies. We gaan gauw door naar vraag nummer 2. Hoeveel nachtburgemeesters zijn er in Nederland? Je mag er 3 naast zitten. Dan zou ik 10 zeggen. Oh nee, het zijn er 20. Zijn er 20? Oh, wat jammer. Ja. Het waren hele makkelijke vragen. Nou, ik denk als je er 3 naast mag zitten, dan maar goed. Ja. 3 vragen. We gaan heel weet door. Je ook welke dan? Kun je dat even noemen, alle 20? Ja, als jij even naar Wikipedia gaat, dan kun je het zo meteen noemen. Oh ja, dat klopt. Dat ga ik even doen. Ik zag dat Heeswijk, ken je Heeswijk Dinter? Dat is een heel klein dorp, heeft ook een nachtburgemeester. Die zit er vast nog niet bij. Oké, ik ga even googlen ondertussen. Vraag nummer 3. Vlaanderen heeft ook een paar nachtburgemeesters, maar er zijn er maar 3. De bekendste is Vitalski. Van welke stad is hij nachtburgemeester? Gent? Nee, maar dat is wel een van de 3. Ja, Gent heeft er 1, Antwerpen en Hasselt, denk ik. Nee, Kortrijk. Maar... Nou. Sorry. Vitalski is van Antwerpen, maar ik vind het feit dat jij er 2 van de 3 kunt noemen, vind ik al heel leuk. Jezus, die regen gaat erop. Het regent zo hard dat het geluid komt door mijn koptelefoon. Wij spoelen zo meteen gewoon terug naar het centrum, naar onze oude locatie. Oh jee. Ja, goed. Ik zit te denken of ik mijn raam heb dicht gedaan thuis. Nou, anyway, laten we lekker doorgaan. Heb je een waterbed? Vanavond wel. Ja, dat kan ik zeggen. Ja, is mijn vriendin thuis, slaap ik nog op de bank. Maar goed, gaan we wel even doorgaan. Heb je nog een natte nacht? Nou. Oh, zei ik dat? Vraag nummer 4. Er zijn in Nederland 3 provincies die helemaal geen nachtburgemeester hebben. Welke zijn dat? En je moet er minstens 2 goed hebben. Flevoland, Drenthe, Limburg. Je hebt 2 van de 3 goed. Het is Zeeland, Limburg en Flevoland. En je moest er 2 van de 3 goed hebben. Dus het is goed. Hey. Ja. De laatste vraag. Ja, precies. Nou, ik vind tot nu toe dat je het heel goed doet. Ja, echt verbazingwekkend goed. En ik denk dat je deze laatste ook wel weet. De eerste nachtburgemeester van Nijmegen was Doro Krol. Daar hebben we het net ook kort over gehad. Wat is haar beroep? Beeldend kunstenaar. Nou. Wow. Dat vind ik knap. Ik vind toch? Het knap. Dat zijn echt alleen maar pluspunten. In principe heb je gewoon 4 van de 5 goed. Gelukkig. Heel jammer dat dit een sound effect is en niet echt. Heb je dorst? Nou ja, niet per se, maar ik lust het wel. Daar komen we terug. Zal ik ondertussen een blaadje draaien? Ja, waar gaan we naartoe? We gaan naar Dex Jones met All Day and Night. Lekker. Lekker.